een nummer over mijn favoriete ijsje? Nou, elke keer als ik dit nummer naar playlist zet, dan denk ik van, ik moet even die ijsjes regelen. Dat we daarop kunnen sabbelen als ze het nummer draaien. Het is en elke week vergeet ik het weer. Het is toch ook een drankje? Oh, ja. Oh. Die hadden we wel vorige week. Maar dan heb ik er niet bij stilgezet dat dat een raketje heet. Ja, dat is waar. Dat is heerlijk. Nou. Goed. Hè. We gaan even door met Him for the Weekend. En letterlijk met Him for the Weekend. Want dit is de eerste keer dat jij dit programma presenteert, als het ware. Ja. Je bent wel een keer als gast geweest, maar dat telt niet natuurlijk. Dus ik heb even een quizje over het programma voor jou opgezet. Om te kijken of je een beetje op de hoogte bent. Oh god. Ja. Nou, weet je wat het meer is? Kijk, wij hebben een grabbelton. En normaal gesproken mogen de gasten daaruit grabbelen. Als ze goed hun best hebben gedaan. Ja. Mag je straks ook zeker doen als je je best doet. Ja. Ja. Maar ik denk van ja, jij bent nu een soort van nieuw. Dus jij mag ook grabbelen. Maar daar moet je wel wat voor doen. Dus ik heb een klein quizje opgezet. Oké, dus het voelde een beetje als een soort ontgroening. Ja, zo mag je het zien. Ja, nee, ik heb gewoon een paar vragen over dit programma. En als je meer goed hebt dan fout, dan mag je grabbelen. Oké, Daphne, jij grijpt in als je het niet vindt kunnen. Ja. Oké, fijn. Daphne is jouw hulplijn. Als je het echt dat is helemaal leuk. Ja, niet dat ik denk dat zij meer ervan weet dan jij, maar we gaan het zien. Weet het niet. Oké. Vraag 1. Het hoeveelste seizoen van Him for the Weekend is dit? Het derde seizoen. Nee, veel meer volgens mij. Het achtste of zo? Nee, maar op de radio. Nee, het is één programma. Oh, dan het tiende. Oh, nou, vooruit. Oké. Is het goed? Ja, dat is goed. Tiende. Moet ik nou mijn eigen applaus gaan regelen ook nog? Ja, jij bent de DJ. Ach, shit. Oké. Ik bedoel, ik maak maar radio, maar ik kan niks met knopjes. Goed. Ik sta er maar een beetje bij een mooi wezen. En een mooi wezen. Ja, dat zeker. Vandaar dat die camera's er ook zijn. Ja, dat is zeker. Oh ja, een applaus. Ja. Ik was alweer vergeten. Ja. Goed, vraag 2. Dit is een meer keuzevraag. Oké. Welke naam heeft dit programma niet eerder gehad? Want het heeft niet altijd Him for the Weekend geheten. Nee. Welke programma naam heeft dit niet gehad? Is dat Bring the Noise, Weekend Kickoff of Nimma Noise? Ik denk dat... Bring the Noise, die wel. Weekend Kickoff... Of Nimma Noise. Ik denk Nimma Noise. Wat denk, Daphne, mag ik een hulplijn nemen? Daphne, wat denk jij? Dus welke naam het niet heeft gehad? Niet. Ja, ik dacht de Weekend, die tweede. Weekend Kickoff. Ja, want volgens mij heeft het namelijk Nimma heb ik ooit wel eens langs zien komen. Ja, maar we hebben een Nimma TV gehad. Oh nee, maar dan is het nummer C. Ja, dat denk ik. Ja, ik ga voor C. Oké. Het is goed. Het heeft niet het programma Nimma Noise of de naam Nimma Noise gehad. Moet ik er wel bij zeggen. Oh ja. Dat het programma Nimma Noise wel heeft bestaan bij RN7. Echt waar? Alleen dat was niet dit programma. Dat was een ander programma. Oh. Sterker nog, dat was Bring the Noise. Was in 2015 in eerste instantie afgelopen. Ja. En toen in 2017 dacht ik van, ik ga dat weer maken. Maar ik wil het niet Bring the Noise noemen. En dat heb ik het Nimma Noise genoemd. Oh. Het is alleen nooit van de grond gekomen. Wil je daar nog over praten? Nee. Oké. Goed, we gaan door. Vraag 3. Ja. De naam Him for the Weekend is afgeleid van het gelijknamige nummer van Coldplay. Dat is vast wel bekend, denk ik. Ja, zeker. Welke zangeres is op dat nummer ook te horen? Oh. Er zit een feature op. Ja, die doet heel weinig. Dat is volgens mij... is dat niet echt Beyoncé of zo? Ja. Volgens mij is dat Beyoncé en die doet alleen maar... Oeh. Lalalala. Dat is alles. Dat! Ja, dat is echt waar. Ik ken het hele liedje niet eens. Nou. Maar daar kan zo'n ander liedje on-air is dan luisteren. Dan draai ik hem even voor jou. Ja precies. Alleen voor jou. Eén laatste vraag. Is ook een meerkeuzevraag. Ja. Ieder jaar maakt Him for the Weekend ook een top 50... met de beste nummers van het jaar. Ja. In 2017 stond Sia op nummer 1 met Never Give Up. In 2018 stond Ariana Grande op nummer 1 met No Tears Left to Cry. Maar... welk nummer stond er afgelopen jaar op nummer 1 in de Him Top 50 van 2019? Is dat Ava Max met Sweep Up Psycho? Is dat Billie Eilish met Bad Guy? Of is dat Criss Cross Amsterdam met Hij Is Van Mij? Het zijn alle drie top 5 nummers, maar welke stond er op 1? Ik kan je helpen. Ik kijk Daphne de vragen te halen ondertussen. Ik denk dat Billie Eilish is. Ja, ik hoop ook dat het Billie Eilish is. Billie Eilish. Met Bad Guy? Ja. Bingo! Ja! Nou... Nou, dan is de laatste vraag voor Spek en Bonen. Je mag sowieso grabbelen. Oh, wat fijn. Voor Spek en Bonen, wie was de allereerste presentator van dit programma op tv?
We hebben er heel veel gehad. Oeh, ja. Ik denk toch wel een stuk of 10 mensen die de revue zijn gepasseerd. Maar je zegt presentator, dus het was een man? Nee, ik praat altijd in de mannelijke vorm, ook al is het een vrouw. Dus dat maakt niet uit. Maar goed, we zijn er heel veel geweest. Maar wie was de allereerste? Met wie is het programma begonnen als presentator? Ik kan je weer niet helpen. Nee. Het is wel iemand die je kent. Het is echt lang geleden. Dat was 2014. Ja, ik denk... Nou... Dat is of Gara of Denise. Nee, Denise is het sowieso niet. Dat is het denk ik Gara. En Gara die heeft het inderdaad wel gedaan. Maar ze was niet de eerste. Oh. Helaas. De eerste was... Ik. Ja, echt waar? Was jij de eerste? Echt waar? Dat was ik zelf. Ja, dan stond ik gewoon helemaal in mijn eentje voor dat greenscreen. Had ik een camera zo voor me neergezet. Dan ging ik dingen zeggen. Nou, applaus voor jou. Leuk. Meestal nam ik het ook gewoon midden in de nacht op. Omdat ik niet wou dat andere mensen op de redactie dat zouden zien, zeg maar. Echt waar? Ja, dat is echt waar. Oké. Okay. Nou ja, en ik ben weer terug. Maar dan op de radio. Ja, nou, je doet het heerlijk. Ja, je staat er voor je look, zei je al. Dus dat doe je ja, goed. Nee, ja, precies. Ik zou zeggen, start de tune van de Grabbelton en... Grabbel iets. Ik moet dan daar naartoe en iets grabbelen? Ja. Oké. Okay. Dat vind ik eigenlijk misschien nog wel spannender. Ja, of Daphne mag het misschien brengen. Zal ik het naar jou brengen? Ja, dat is goed. En dan ik draai het ondertussen even de intro dan. Yes. Oké, dan gaan we, Daphne. Oh, er wordt geschud. Grabbelton. Oh jee. Wat zit er in de grabbelton? Oh, er zitten cadeautjes in. Joh. Moet ik 15 seconden nog grabbelen? Maar moet ik hem ook uitpakken, hè? Ik heb een cadeau. Oh, dat is... Oh. Ik moet er even bij zeggen, zeker bij deze, dat het allemaal flutcadeautjes zijn. Oké. Okay. Jij hebt echt een flutcadeautje. Ik vind op zich het frozen inpakpapier vind ik het al doen, zeg maar. Ja, maar dat blijft ook bij, denk ik. Jeetje, ja, is dat zo? Trek het open, jongen. Oh, sorry. Ja, ik kan het altijd heel lang bewaren, zeg maar. Dat soort momenten. Oh, het is roze. Het is een roze verpakking. Oh, nou. Oh, dit had ik net nodig. Het is een roze luchtverfrisser. Nou. Die hangen we hier in de studio. Lekker hoor. Kun je in ieder geval weer lekker ruiken door het leven. Heerlijk. Goed, en dat was de quiz. En dat was de grabbelton. Daphne, jij mag straks nog grabbelen. Maar daarvoor heb je ook eerst een paar quizvragen te beantwoorden. Ik ga maar vast voorbereiden. Ja, zeker. En bedenk vast wat je zou willen winnen. Want als je dat visualiseert, dan zit die prijs er misschien wel in. Zullen we plaat draaien ondertussen? Ja, we gaan naar een nieuw nummer zelfs. Van Ellen ten Damme. Ik vind haar muziek altijd hartstikke leuk. En dit is weer helemaal anders. De plaat die ze deze week heeft uitgebracht. Het klinkt heel Spaans, maar het is een soort van Nederlands Spaans verbasser. En dan mag jij hem even aankondigen in je allerbeste Spaans. Más caliente en magnetron.